Yes, lieve kijkers, we zijn er weer. En vandaag neem ik jullie mee naar Den Haag, Wilde Westen. WW Nation heeft zich de afgelopen jaren aardig op de kaart gezet. En ik ga vandaag langs bij de nieuwe lichting. WW Nation. Fakka boys. Fakka bro. Alles goed? We zijn er man, we zijn er. Lekker man. Hé hey, jongens, waar ben ik nou weer beland? We zijn nu bij Puntpark man, grens Molenwijk. En jullie komen hier vandaan? Ja man, dit is de buurt gewoon. Geboren en getogen, Molenwijkers. Wat voor buurt is dit? Ja, het is een hele multiculturele buurt, gezellig. Veel afkomsten komen hier bij elkaar, veel jonge mensen. Ze maken de buurt nu mooier. Alleen positiviteit hier zo, geen rare dingen. Alleen positiviteit? Alleen positiviteit, hier gebeurt geen rare dingen. In de muziek hoor ik wel eens andere dingen, maar dat gebeurt hier niet. Nee, dat doen we buiten de wijk. Niet schijten in je eigen. Ja, wat ik wil doen. We gaan een beetje babben, jullie gaan me de buurt laten zien. Ja toch, alsjeblieft. Allright, let's go. Let's get it. Hey, welkom in West, we gaan racen naar Opnow. Ga niet lopen pronken met die bas, dan wij showen geen pijps, wij trekken de pijps. Oh my god, zeg maar, waar is die Opnow? Al mijn jongens die zitten in lockdown, want goals zijn die man, niet geloof me, ik pak jou. Al mijn jongens die zitten in lockdown, want goals zijn die man, niet geloof me, ik pak jou. A3, gaat daar. Als allereerst, hoe gaat het met jullie boys? Gaat relaxed man, ontspannen met jou man bro. Ja, het gaat rustig en bij jou? Ja, lekker man bro, we zijn er. Top. Wat een binnenkomer, wat een mooie WW-tafel. Dat is nou nog eens echt welkom in West. Jullie album is net uit. Wat voor muziek maken jullie om mee te beginnen? Trapmuziek. Ik zie het echt als trapmuziek. Maakt je altijd al trap of ben je nu sinds Wilde Westen helemaal trapping? Ik maak van alles. Dus wat mijn gevoel vandaag zegt, maak ik. En het kwam gewoon toevallig uit, want nu ben ik een beetje in een donkere fase. Oké. Okay. Dus, zo, gewoon in je leven donkere fase. Ja, hey, vertel me broer, wat is er aan de hand? Ja, gewoon veel aan de hand in mijn leven op het moment. Wat voor dingen of wil je daar niet over hebben? Verleden blijft me betrekken in de toekomst. Het blijft zeg maar terugkomen. En nu moet ik daar doorheen zeg maar als mens zelf. Snap je? En, dus het komt wel goed uit die trapmuziek. Dat is wel heftig, maar er is misschien geen andere, betere plek om dat te doen dan bij WW Nation, om daar doorheen te gaan, toch? Ja, dus gewoon voor mannen en gazen gewoon. Oké. En je komt zelf ook uit Den Haag, mag ik hopen en denk ik. Sowieso. Waar kom je vandaan? Schilderswijk. Oké, de bekendste en de beruchtste buurt. Normaal. Hoe was het voor jou om daar op te groeien? Ik denk voor mij normaal, omdat ik er zelf ben opgegroeid. Maar gouden tijd, man. Ja? Ja, zeker. Neem ons een beetje mee, gouden tijd. Vertel, wat voor tijd? Hoe ziet dat eruit? Je hoort dat vaak. Je hebt de jongens van het oude WW hebben het er vaak over. Ik kom zelf uit Amsterdam, ik kom nooit in Aga. Maar toch was ik altijd zo van, maar Schilderswijk, dat moet wel helemaal de shit zijn dan of zo. Ja. Wat is daar allemaal gaande, weet je? Ja, Schilderswijk is gewoon veel herres. En ik denk dat de mensen die vandaan komen ook gewoon van herres houden, snap je? En ja, hoe noem je dat? Gewoon scheid hebben aan alles, et cetera. Dus voor ons is het blijkbaar normaal, snap je? Album Welkom in West is net uit. Wat voor een album is het? Ja man, trap album gewoon. We zijn gewoon op gas. We hebben gewoon een paar dingen gemaakt en het beste is eruit gekomen, toch? En zou je zeggen dat jouw genre altijd trap is? Niet direct altijd trap, maar grotendeels wel. En als het, kijk, ja, ligt aan die beat ook, toch? Je kan op een bobbeling beat ook gewoon rappen wat je doet buiten. Als dat trap is, dan weet je toch, is niet direct een trap pokoe, maar de inhoud wel, toch? Oké, want jullie zijn zeg maar de nieuwe lichting van Wilde Westen. Wilde Westen staat al een lange tijd bekend omdat ze trap eigenlijk naar een nieuw level hebben gebracht. Is het zo dat jullie zeggen van, oh, het is Wilde Westen trap, dus we gaan door op de trap? Of is dat sowieso al wat in jou zit? Nee, maar dat is wel iets wat al in je zit, toch? Het is ook moeilijk als je zomaar dingen moet doen waar je eigenlijk niet goed in bent. Omdat WW is, moet je nu trap maken. Dat gaat niet gaan, toch? Dus het is gewoon, ik doe gewoon wat ik zelf wil maken, wat ik wil gewoon. En zijn jullie echt een rapformatie? Of zijn jullie eigenlijk ook allemaal losartiesten? Of hoe moet ik het precies zien? Is het echt één groep? Of? Kijk, wij zijn gewoon een duo. En de rest, ja, gewoon losse artiesten, maar we zijn hier gewoon bij Wilde Westen bij elkaar gekomen. Jullie zijn dus tweeling? Ja, man. Wat voor band hebben jullie met elkaar? Een hele echte goede band, man. We zijn eigenlijk gewoon één. Maar zijn jullie ook een één eigen tweeling? Twee eigen, man. Twee eigen. Jullie lijken niet echt op elkaar? Nee, niet echt. En wie kan het best spitten van jullie? Ja, ik vind hem.
De beste. De beste. Waarom? Gewoon hoe hij op die beats met woorden speelt. Die bars laten je nadenken. Ik hou ervan als je moet nadenken over dingen. Ik moet altijd stemmen. Pure Sunny kopen, daarna rustig weer die lijmen. Vies buiten de wijk klemmen. Die mannen spelen gaas, gaan ze gelijk remmen. En wat ik doe is fout, maar wil mijn spul gelijk hebben. En aan het racen, wel voor Sunny, niet voor speed. Bel ik hoe niet om te racen, kom met 9, 3x3. Die armen vindt ze sexy, buikje ook, hoeft niet gespierd. Ik denk ze voelt mijn kaas gewoon, ik heb er niet versierd. Hoe lang ik bij Wilde Westen zit, is, ik denk een jaartje. Dus je bent nog best nieuw eigenlijk. Ja, klopt. Ik rap zelf al lange tijd. Alleen ja, voor de hobby, je weet toch? Voor het pleziertje. Voor het plezier, je weet toch? Ik had gewoon een eigen studio gezet, dit en dat. En uiteindelijk gewoon soms poekoes maken met vrienden. Meestal, dan zitten we daar. Dan maakten we op één dag misschien 4, 5 poekoes. Je weet toch? Maar brachten we niet uit hoor. dat niet. Ik was bezig met mijn oom, hij is producer. Wie is jouw oom? Naar Diaz. Okay. En ik was gewoon met hem bezig, veel bezig, maakte track. En toevallig had connectie met Mo en hij zei, laat maar wat horen van hem, je weet toch. Zat hij wat laten horen en zei hij, ja kom even met hem hier langs. Hey, dit is Qatar, man. Ja, gingen checken toch, hij in King Size, hij zegt, ja man, we zeggen eerlijk, we zien wel wat potentie, je weet toch. Dus laten we knallen. Okay. Uiteindelijk had ik getekend en... Hier zit ik dan, man. Het bevalt je wel? Het bevalt me wel, ja, tuurlijk. En vooral met die mensen ook wie hier allemaal zitten. Je weet toch, bijvoorbeeld A3, Jama, Jay. Allemaal nieuwe namen eigenlijk, toch? Klopt. Want we zitten in een hele mooie studio. Ik zie allemaal platen aan de muur hangen. Iedereen in Nederland kent WW. Maar de meeste mensen kennen WW, denk ik, van de oudere namen, de Moela en dat soort dingen. Waar ook de meeste, de enige eigenlijk die nog van de oude garde is King Size. Wat voor een rol speelt King Size binnen WW? Of voor jou? Voor mij is captain. Hij is captain, aanvoerder van het team. Ja. Zonder hem gaat die balletje niet rollen, toch? Wij moeten werk leveren en de rest doet hij. King Size, de Hagenees. We zitten in de WW Studios. Wat is hier veel gebeurd, hè? Zo, als deze studio een boek kan schrijven, neef, wow. Hoe zou die boek heten? De legende van de W of zo, weet je. Het moet heel groot, je weet toch. Want er zijn echt veel shit hier gebeurd in dit gebouw, je weet toch. Ja, maar 100. Je zit hier met een nieuwe groep jongens. Welkom in West is uitgekomen. Ik heb net al verhalen gehoord over 2. Ja, wat speelt zich hier op dit moment allemaal af? Ja man, we zitten gewoon echt weer met een nieuwe groep jongens uit Den Haag. Zitten we weer gewoon zwaar te knallen. We hebben het laatste jaar echt belachelijk veel uitgebracht. En het begint nu echt zo, je weet toch. Je ziet gewoon dat het echt een beetje begint te leven nu ook. Het begint te bloeien. Ja man, vind ik echt heel dope om te zien. Want ze werken echt fucking hard, je weet toch. Dus dat, ja, ik zie dat van heel dichtbij, weet je. Dus ik waardeer het ook om te zien dat ze de goede kant op gaan of zo, weet je. Het is echt een vibe, ja man. Ja, het is ook mooi om te horen. Ik heb de jongens net allemaal gesproken. Ze praten heel lovend over jou. Wat is jouw rol op dit moment binnen WW? Ja... Ik, je weet toch, ik doe gewoon samen met Mo doe ik heel veel van de dagelijkse bezigheden in het label. En ja, ik weet toch, ik heb ook daarin misschien nu zo'n automatisch een soort van beetje gewoon zo'n rol als de OG een beetje gekregen. Want ja, ik heb veel dingen waar zij nu doorheen gaan, heb ik gewoon meegemaakt zelf, weet je, als artiest. Dus dan kan je op een soort hele eerlijke manier ook met hun daarover praten. Snap je wat ik bedoel? En... Zou je jezelf zien als een soort van mentorachtig persoon? Of? Nou ja, kijk, ik denk niet dat jij zelf... Ik denk dat aan hun is eerder om te zeggen dan aan mij of zo. Ja. Snap je? Maar je weet toch wel dat daar hiervoor ook al een soort van even over van... Kijk, Mo heeft dat voor mij ook gedaan. Ja. Snap je wat ik bedoel? En ja, ik vind het heel lauw dat ik soort van die torch nu weer door kan geven. En weet toch, op mijn manier zo gewoon een beetje terug kan geven weer, weet je? King Size is een van de enige volgens mij van de oude garde die hier nog is. Op welke manier begeleidt hij jullie in het maken van muziek? En wat voor een rol speelt hij binnen dit label? Ja, met muziek begeleiden is hij gewoon vrij. Ik zeg eigenlijk, we doen gewoon ons eigen ding, je weet toch? Ja, als hij gewoon wat lauw vindt, dan zegt hij dat gewoon. Maar hij is niet van, hey, jullie moeten dit maken of dat, je weet maar toch? Hij helpt jullie niet met tekst of zo, dat nee, fixen jullie gewoon allemaal zelf. Nee, dat weet ik niet, hè, broer? Nee, ieder voor zich gewoon toch. Hij is er ook niet meestal wanneer wij in de studio zijn. Hij hoort die dingen gewoon laten. Maar iedereen doet gewoon zijn dingen zelf gewoon. En in het label heeft hij wel verder, wel achter de schermen ook wel gewoon zijn rol, toch? Hij helpt met mensen contacteren, beats fixen, zulke dingen gewoon. Hij heeft wel gewoon een grote rol, je weet toch? Hij helpt wel goed. Al die...
je weet toch, die tijden van toen, van Wilde Westen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik begrijp dat mensen daar heel veel binding mee hebben, snap je? Ik kijk voor mij een hele speciale tijd, bro. Ja, ik zeg toch? Je eerlijk, man, 100, weet je, ja. 100, ik, bro. Voor jou helemaal. Daar praten we over. Ja, man, een paar van de mooiste momenten van mijn leven zitten in die jaren. Snap je wat ik bedoel? 100%, 100%. En ik koester die ook. En ik heb ook zelf helemaal geen wrok of wat dan ook. Ik kijk er gewoon naar op een soort manier van, bro, het is gewoon the circle of life. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Welke artiest, behalve King Size, blijft zijn hele leven bij hetzelfde label? Behalve King Size. Snap je? Kan je me vertellen wat voor jongens het zijn? We beginnen bij de tweeling. Wat voor muziek maken hun en wat voor jongens zijn dat? Ja, ze zijn gewoon echt harde werkers. Je weet toch? Chozzelaars. En dat hoor je ook gewoon aan de pokoes, snap je? Maar ja, die weet toch, zeg maar, chozzel is in mijn optiek universeel begrip een beetje, snap je? Dat is niet, hoef je niet per se alleen maar te associëren met slecht, maar... Ik ben ook een chozzelaar. Snap je? Ja. Wij zijn allemaal chozzelaars, bro, aan het einde van de dag. En als jij geen chozzelaar bent, dan waar jij nu bent, gaat daar blijven. Dat is live, je weet toch? Gitaar is meer, zeg maar, op Mo's radar eerst gekomen. Want Mo is, weet toch, dat is Mo's buurt. En Mo is ook nog steeds samen met jou, speelt hij een grote rol. Gewoon, Mo is nog steeds Mo WW. Maar er is weinig over Mo WW bekend. Wat kan je eigenlijk over hem vertellen? Ja, je weet toch? Een... Nou, ik weet niet. laat ik het zo zeggen, los van het feit dat hij gewoon, je weet toch, voor mij persoonlijk, je weet toch, mijn mentor wel in life heel erg is geweest. Je weet toch, op veel vlakken. En gewoon, mijn grote broer is gewoon, je weet toch, dat is gewoon van mij persoonlijk. Hij is gewoon een gast die een, je weet toch, eigenlijk een idee had om iets te doen. En gewoon heel veel boys een platform biedt om iets van zichzelf te maken. Ik denk dat je het beter dan dat niet kan omschrijven. Snap je wat ik bedoel? Wanneer is dat gekomen? Dat je dacht van, oké, ik ga echt een carrière van maken. We spraken net Gitaar. Die zegt dat hij eigenlijk nog maar net heeft besloten dat hij er echt een carrière van wil maken. Ja, wanneer wel echt. Ik weet nog steeds niet of ik het echt wil eigenlijk. Als het gaat, gaat het gewoon. Je weet toch, er zitten gewoon munten in. Toch? Als het kan, kan het. Ik kan me voorstellen dat als je bij Wilde Westen komt, de nieuwe lichting, weet je, dat er best wel veel druk op je schouders ligt. Van als je achter je kijkt, die platen, dat je denkt van wauw, je weet toch, nu moeten wij dit ook gaan pushen. Of voel je een bepaalde druk of pressure om die shit ook te bereiken? Nee, om eerlijk te zijn. Nou, dat is lekker dan. Waarom? Hun hebben hun ding bereikt. Snap je? Nu is het aan mij om mijn ding te bereiken, weet je. Als je gaat kijken naar wat de ander heeft bereikt en je druk gaat dragen, et cetera, gaat het alleen maar lastiger voor jezelf worden, snap je? Het is meer een motivatie, denk ik. Welkom in West, nummer 2. Ja man. Welkom in West, nummer 2. Wat gaat er gebeuren? Ja, die is nog veel beter dan de eerste geworden uiteindelijk. Ja man, ik heb ervan geschrokken gewoon. En het is weer wederom trap to the fullest? Jawel. Ja, man. Ja? Ja. Ik denk dat gewoon überhaupt gewoon met elkaar in de studio zijn, snap je? Dat je gewoon daarvan een soort hele positieve concurrentie hebt, snap je? Ja. Tot de dag van vandaag doe ik nooit zo hard mijn best op mijn bars als wanneer ik met Moela een pokoe maak. Tot de dag van vandaag. Want dat is... Doe je nooit zo erg je best als je met Moela? Klaar. Maakt niet uit welke rapper je bij mij op een pokoe gooit. Wanneer ik met Moela die pokoe ga maken, doe ik het hardst mijn best. Waarom? Omdat ik weet wat hij kan. Snap je? Van heel dichtbij. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik weet wat hij kan. Snap je? Als hij in beast mode gaat. Snap je wat ik bedoel? Maakt niet uit welke stijl je gaat doen. Hij weet toch, hij gaat het me moeilijk maken. Snap je wat ik bedoel? Dat is die sparren. Snap je? Zo kan je het zien. Je weet toch, als je de hele dag alleen maar shadowboxt, je gaat niet echt leren. Nee, tot je gaat sparren. Je moet die... Snap je wat ik bedoel? Je weet toch, sparringpartners gewoon. Dat is die tory. Wij kunnen gaan zeggen van het is zo, je weet toch, maar uiteindelijk moet je het gaan zelf luisteren. En ja, hij komt binnenkort uit, dus ja, banger man, bro. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb sowieso hartstikke genoten van het eerste album. Ik ben fucking benieuwd wat hij gaat brengen. En ik ben wel weer ready voor een nieuwe trap wave, man. Welk nummer zijn jullie het allertrots op van het album? Ik zeg eerlijk, dat is een hele moeilijke vraag, man. Koude Wereld. En even kijken van de Trenches.
Ik kom van de trenches, zoeken naar cheddar. Zo belanden ik in trapspots. Moeders die stressen, twee banen hard werken. Dus ging al jongen die deko. Ja, ik kom van de trenches, zoeken naar cheddar. Zo belanden ik in trapspots. Moeders die stressen, twee banen hard werken. Dus ging al jongen die deko. Die is echt gevoel, man. Snap je? Die pak gewoon mijn hart gewoon, snap je? En Koude Wereld, die first gaat kwijt, man. Ik zeg je eerlijk. Is er nog een plekje hier vrij bij Wilde Westen? Is er een kans? Is er een mogelijkheid? Mijn ogen zijn altijd open, mijn oren zijn altijd open, snap je? Ik ben altijd aan het kijken. Maar wat nogmaals, wat voor mij echt een ding is, is... ik wil werklust zien. Weet je? Dus dat doe je wel zelf. Ja, ik moet je wel zeggen, ik vind het wel speciaal. Echt een rap deal en een tweeling. Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel eens bonje hebben. Of valt het wel mee? Nee joh, we zijn te oud voor die dingen. Die dingen... Hoe oud ben je dan? 25 zijn we nu. Als je klein bent, ga je ruzie maken en zo. Nu zijn we oud, over alles kan gesproken worden, toch? Ja? Ja, toch. Normaal. Ik zou af en toe gek worden van zo'n broer. Damn, man. Ja, ze zeggen van familie moet je het hebben, toch? Ik weet dat er heel veel jongens zijn die wel een leuk liedje kunnen maken, snap je? Maar kan je me ook laten zien dat jij bereid bent om alles te geven daarvoor? Dan ben ik ook bereid om alles ervoor te geven dat het jou gaat lukken, snap je wat ik bedoel? Dat is de chemie die er moet zijn, weet je? Dus ja, ik zou zeggen, ga gewoon grinden. Er is altijd plek voor een echte werker. Snap je wat ik bedoel? Ga gewoon grinden en laat zien dat je er bent. Snap je wat ik bedoel? Dan, en je weet toch, ja, dan kom je vanzelf op met zo'n radar, bro. Ja, nou, dan zou ik vooral tegen de kijker zeggen... zet deze video af en ga gewoon werken, man. Hé, hey, ik wil je gezicht niet meer zien hier. Ah, je ziet het, Para TV was even in Aga. Blijf welkom in West 1 checken. Welkom in West 2 coming real soon. Te veel heat, new generation, te veel vuur. Para TV, love for het komen, man. We zien jullie snel. Welkom in West, welkom in West. Keep checking it, keep checking it.